En Hendricks die kan dan een paar metertjes op gaan lopen voordat hij Dessers bijvoorbeeld in kan gaan spelen. Hij gaat naar Diemers. Diemers die zoekt nou wel Dessers. Nou, draaien, schieten. Daar dan een goal. Eindelijk van Cyril Dessers. Goeie aanval van Feyenoord. Goed gedaan door Hendricks. Goed gedaan door Diemers. Knap gedraaid ook weer door Dessers. En vier keer is scheepsrecht voor onze vriend in de spits, Cyril Dessers. Hij draait goed weg bij zijn tegenstander en schiet Feyenoord op 1-0. Een kort muziekje. Ja, de muziek houdt er dan ineens mee op. Ja, muziek niet scherp vandaag bij de wedstrijd die Feyenoord misschien wel gaat winnen. En dan dus 5 ton oplevert. Misschien wel door dit doelpunt van Cyril Dessers. 1-0. Met nu Texera vooruitgespeeld naar Banners. Ruimte nu voor Feyenoord om snel te schakelen. Banners doet dat ook. Gaat naar Nelson aan de linkerkant. Die kan op gaan lopen. Dessers staat al te wijzen. Nelson gaat zelf proberen. Die gaat op avontuur op de rand van de 16 schieten. En de goal is van Nelson. Goed gedaan door die Ries Nelson door naar binnen te trekken. Na de paas die hij meekreeg van Banners. Doet dat goed hoor, die Reece Nelson. Trekt naar binnen en van de rand 16 denkt hij. Ik ga maar eens proberen uit te halen. En hij schiet de bal achter Marspati. Feyenoord op 2-0. Heb je dat korte muziekje, Sinclair? Ja, zodat Peter Houtman zo snel mogelijk kan vertellen wat er allemaal aan de beurt is. Hoe is Nelson? Zijn eerste Feyenoord doelpunt. Het is een knap doelpunt. Met een knappe actie schiet hij de bal in de hoek. En Feyenoord op 2-0. En dat is echt wel knap hoor. Als je ziet dat Feyenoord toch een jasje heeft uitgedaan met de basisspelers die eruit zijn. En dat de jongens die er dan nu in staan er toch ook voor kunnen zorgen dat er een Europese wedstrijd. Hè? Het is niet zo lang geleden dat we weten dat Feyenoord tegen toch dit soort tegenstanders in Europa ook wel eens gewoon problemen had. We weten nog vorig jaar dat Wolfsberger hier op bezoek kwam. En Feyenoord, ja oké, zullen we zeggen, scheidsrechter met rare beslissingen. Maar Feyenoord wel gewoon moeite had om een Europese tegenstander te verslaan. En nu Feyenoord ongeslagen de 12e Europese wedstrijd dit seizoen. En er is er maar één keer verloren uit bij Elfsborg. Is het Maccabi dat rond kan spelen met Mohamed die nu op gaat lopen. Opent dan richting de linkerkant van Maccabi. Waar hij dan terechtkomt bij Benita. Die daar toch omspeeld wordt op het moment dat daar Din David een actie gaat maken. Bijlo komt eruit en dan gaat hij nog door de benen van Bijlo heen. Daar had hij toch wel meer kunnen doen, denk ik. Die Justin Bijlo, die denkt dan dat hij over de achterlijn gaat. Steekt ook zijn hand de lucht in om zijn excuus aan te bieden voor die bal die daar alsnog binnen gaat. Din David, de maker van deze goal. Een heel raar doelpunt ook. Die Din David die denkt van, nou, hij gaat over de achterlijn. Ik probeer nog mijn voeten tegenaan te zetten. Bijlo komt eruit en die stapt net op het verkeerde moment met zijn voeten. Dat hij denkt dat hij over de achterlijn heen gaat. Gaat dan door zijn benen tergend langzaam over de doellijn heen. En is het alsnog 2-1. Bijlo die zal de P in hebben. Feyenoord staat nog wel altijd voor in de blessuretijd van deze wedstrijd. Maar een heel raar doelpunt van Maccabi dat toch wel terug doet.